De nummertjes worden uitgedeeld. De banden zijn zojuist opgepompt, zag ik. Dus het is weer tijd voor de Scootmobieltocht 2023. En bij mij heb ik iemand uit de organisatie. En u bent? Frans Bus. Nou ja, een oude bekende inmiddels al. Een bekende op radio en televisie. Hè? Dus wat dat betreft niks vreemds meer aan. Hè? Nee. Frans, Scootmobieltocht 2023. Ik heb het even nagekeken en dit is een jubileum voor jullie, hè? Ja, als er niet in coronatijd eentje tussen uitgevallen was. Maar toch, is dit niet de vijfde keer dan? Dit is de zesde keer. Voorheen deed de organisatie van de gehandicapten zelf, maar dat viel weg. En toen zijn ze bij ons aangekomen of dat wij daar als Kuikenaars dan op ons willen nemen. Dat willen we graag doen. Met een aantal vrijwilligers, ook weer van Kuikenaars. Dus ja, dat was zo geregeld eigenlijk. Dus prima. Ja, even, Kuik on Ice, dat bestaat eigenlijk niet meer. Tenminste, niet de ijsbaan. Maar er is toch nog een stichting Kuik on Ice? Ja, de stichting Kuik on Ice is blijven bestaan. We hebben de statuten laten veranderen dat we ook andere evenementen mogen doen. Want dat mag niet zomaar, maar notarieel vastgelegd. En we mogen nou eigenlijk alle evenementen organiseren die we willen. Je vindt het belangrijk dat mensen met een scootmobiel een extra dagje voor zichzelf hebben? Ja, om die mensen bij elkaar te brengen. Ze zitten individueel op het plein, ze rijden overal rond, maar samen zijn ze bijna nergens. Dus nou, dan gaan we een tocht maken. Onderweg drinken we ergens een kop koffie. En na afloop gaan we ergens soep en broodje eten. Dan zijn ze bij elkaar, leren elkaar beter kennen, ook als ze elkaar op straat tegenkomen. Ik vind dat wel belangrijk dat die mensen dus contact hebben met elkaar. Ja, zodat ze misschien op een andere dag misschien samen nog op pad kunnen. Ja, dat zou kunnen. En misschien komen er wel andere dingen uit. Ik heb nog plannen om iets anders te bedenken, maar dat is nog te vroeg om daarover te praten. Maar daar zijn we krijgen geen primeur nu? Nee, nog niet. Nog niet. Hoeveel mensen gaan er dit jaar mee rijden? Er rijden 23 ingeschreven gehandicapten of invaliden mee en begeleiding. En we hebben 12 vrijwilligers die dus de boel begeleiden en mee in de gaten houden als er iets is. Hoe lang is de route ongeveer? Hoeveel kilometer of hoeveel tijd? Ja, tussen de 15 en 20 kilometer. De tijd is een beetje afhankelijk van wie er allemaal in de rij zit. De ene kan wel vlug opschieten, de andere niet. Maar de bedoeling is dat we tussen 4 en half 5 weer terug zijn in Kuik. Om naar de looierij te gaan en daar wat gaan te eten. Nou, ik wens jullie een hele fijne, veilige en gezellige tocht vandaag. Ja, fijn, dankjewel. En leuk dat jullie er zijn. Dat is toch goed voor ons ook. Dankjewel. Dankjewel. Het lijkt wel of dat we hier aan de start staan. U staat er helemaal klaar voor, meneer. Ja, ik ben nummer 3. Ja, u heeft er zin in? Ja, natuurlijk heb ik er zin in. Het zonnetje schijnt, het blijft droog. Wat moet je nog meer? Heeft u al vaker meegedaan? Ja, vorig jaar ook. Ja, en onderweg doen we een stukje muziek maken. Oh, echt? Ja, hier staat hij. Oh, wat heeft u daarin verstopt dan? Daar zit een trekharmonica in. Dus ja. U bent multifunctioneel vandaag. En rijden en muziek maken. We doen van alles. En Piet doet trommelen. Oh, wacht even. Meneer Piet, u gaat trommelen hoor ik. Ja, als het goed is wel. Tenminste, als Kees wil spelen, dan trommel ik wel mee. Ja, krentenbollen eten ook, ja. Waar heeft u de trommel verstopt dan? Nee, die heb ik in de auto gezet daar. Vind ik wel makkelijker, van dat schommelt hier tussen de benen. Oké, dus we hebben Kees en Piet en we hebben... Sjaak. En Sjaak, u staat er ook helemaal klaar voor? Ja, ik ga mee voor de opvulling. Oh, die is ook heel belangrijk. Ja, kijk maar. Nee, ik ga ook gewoon mee voor de scootmobieltocht, want voor de tweede keer is hartstikke leuk. Ja. Zin in? Ja, zeker. Goed zo. Altijd, hè? Mooi. Nou, een hele fijne dag dan. Zal wel lukken. Dankjewel. Dank je, hè.
Thank you.
leuke middag. Iedereen die er aan meegeholpen heeft, dat wil ik dus heel hartelijk danken. Ook degenen die meegereden, want we kunnen organiseren wat we willen. Maar als die mensen niet meegaan, dan zijn we al aan het gebied, dat is niet de bedoeling. Gelukkig mogen we zeggen dat we dit jaar nogal wat meer hebben dan vorig jaar. Dus wie weet, zijn we voor het volgende jaar nog meer. Nou, dank je. Stel een smakelijke voortzetting en tot de volgende keer.